Nein, nicht. Ich will noch 3 mehr. Das. Und auch hier auf. Sache weg, geht auch. What is it? Nee, ik viel er niet af. Ik sprong er wel. Ja, nou viel ik er wel af. Oh, oh. Hoe heb ik dat overleefd? Oh. Oh. Hé. Ik had dood moeten zijn. Ja, voor dat ga ik ook gewoon. Als ik zoveel risico kan nemen, dan neem ik ook een alle risico. Ah, ik had eigenlijk dood moeten gaan. Ik viel ergens in het water. De game dacht dat ik in het water viel, maar ik viel op die boomstam. Normaal gesproken, als je daarvan op de grond valt, dan ben je gewoon dood. Dan breek je gewoon je benen en dan ben je gewoon dood in principe. Oh ja, dat heb ik dan niet meer, weet ik zo. Ik heb ook echt zwaar geluk. Echt wel. Ik had echt dood moeten zijn. Zonder grap. Maar het is wel een beetje raar niet dat je tegen mij praat omdat je het pas ongeveer 10 seconden later pas hoort. Oh, in dat geval dan ga ik liever dood. Oh, wacht, ik moet eerst die.
ren ik zo hier bij weg. Een van deze quest afmaken, dan kan ik weggaan. Waar liggen dan een van die pinecones? Ja. Ja. Met die knop dat de pop op te komen, maar dat lukt niet echt. Jongen, laat me nog wel meer aan. Die staat met dat park. Even een blauwe tong, ja, gruwelijk. Dat zag jij ook, hè? Ja, dat is wel gruwelijk. Jongen, oké. Dan zeg ik, zie hem gewoon niet wegrennen. Oké, dus. Trace walls. Jongen, ik kan toch niet zien waar ik loop, jong. Echt, dat vind ik het enige nadeel aan mijn baby zijn, in principe. Maar aangezien ik net zo hoog kon springen, ben ik even ergens nieuwsgierig naar. Oké. Schijnbaar mag je met deze game gewoon van hoge dingen vallen. Met deze dino schijnbaar. Deze ding is niet hetzelfde, toch? Of wel? Misschien is hij al wel weer gespawnd. I don't know.
Maar toch, toch liever. Oh, hij staat toch één keer op mij. Jij, joh. Gaat hij rennen, serieus? Ik ben ook een baby. Kom. Babyfight. Oh, niet voor mij, alsjeblieft. Serieus, ga hem serieus helpen. Serieus? What the fuck, jullie zijn fucking herbivores. Laat mij hem gewoon aanvallen, kom op. Dank je, daar krijg ik wel wat fall damage van. En dat was niet eens zo heel hoog. Daar snap ik niks van. Ja, flik erop. Ja, denk ik niet. Denk ik niet. Ja, dat mag eigenlijk niet eens. We zijn hem aan het helpen terwijl hun een graseter zijn en die andere is een vleeseter. What the fuck, jongen. Maar goed, ik zal het wel fout hebben. Kijken welke abilities deze allemaal heeft. Dus kan ik snel alvast wat kopen. Front limp. Claw attack, balance, increase, oké. Okay. Increase swim speed. En dan maar gewoon die claw attack. Oké, de rest komt zo met later pas. Oké, prima. Oh, je bent weg. Prima. Prima, Marco. Dan ga je toch even weg. Nee, een beetje weg. Je microfoon gaat uit of je camera gaat uit, lekker zo zeg. Nou ja, zo weet. Och, tuurlijk. Een rottige rots heb ik altijd. Snap. Wat, ik heb geen snap meer. Geen meerwaarde. Alleen maar drama. Elke dag erop zitten. Nou ja. En dan vond je dat Biriel helemaal iets voor mij was. Dan moet je om het uur moet je foto's sturen. Nou, flikker op, man. Wat zei je, sorry? Ik was net aan de hulp. Nee, het is niet zo hetzelfde als snap. Het is gewoon om het uur.
Ja, oké, het zal wel. Ja, ik dacht dat het om het uur was of zo. Mijn fout. Nou en een patchy, oké. Tuurlijk, het eerste wat ik krijg is deliver 5 flowers. De kutste quest die er maar is. Maar goed, goed maar als eerste. Ben ik ook gelijk vanaf. Ben je dan zo lang met snap bezig dan, of Oh ja, even een foto aan het zoeken in plaats van je foto dat je stuurt. Zo moet je foto zoeken. T-Rex, tenminste qua het lopen. Moet ik de eerlijke antwoord opgeven? Wat is het antwoord dan, als je het antwoord al weet? Kiespijn zeker. Die gaan mij sowieso aanvallen. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik zo dood ga. Die rent op die kant, die gaat aan de andere kant van mij staan. Let maar op. Vertrouw jou niet. Echt niet. En er komt nog iets hierheen lopen. Oh, een baby T-Rex. Serieus?
weet je wel. Rennen. Nee, hij geeft mij een trofee. Een trofee is zeg maar... waarmee je iets sneller groot wordt. Rennen. En het zijn volgens mij dezelfde mensen waar ik straks een ruzie mee had. Maar ik ben nou wat anders en hun zijn nou wat anders. Ook dan vandaag jager, ja. Ja, ik zal alleen maar berichtjes sturen, dankjewel. Het is net 12 uur geweest, is het net in de pas jarig, dus... Denk het wel. Denk het wel. Ik heb ook een pad langs gemaakt, dat zal wel gruwelijk zijn. Ja, dat hebben ze gedaan volgens mij. Oeh, dat wist ik niet eens. Ja, ook niet zeker als we daarheen gaan, hoor. Dat weet ik niet eens. Hoort vanzelf wel. Nou, als je nou even kijkt, want ik heb nou die trofee heb ik dus ingeleverd. En dan ga ik die trofee ga ik dus even claimen. Dus je ziet nou die gele balkjes eronderin. Boven die rode balk, die gele balkjes. En dan claim ik nou die trofee. En dan heb ik bijna een complete balk wat ik gewoon krijg qua groeilengte. Hey, maar dat is nou donkergeel in principe. Het wordt zo helemaal lichtgeel. Je moet even uitkijken met wanneer ik praat. Wanneer ik praat, dan moet je niet jouw microfoon aanzetten. Want dan gaat de microfoon die gaat helemaal galmen op de livestream en alles. Ja, nee, maar niet uit. Is geen probleem. Ik denk, ik zeg het gewoon nog even.
Kom maar goed, laat ik wel weten. Nog steeds interactie available. Waar is die bijenhive? Hier volgens mij. Maar ook. Ben je uitgesproken? Ja? Oké, dan kan ik nou. Oké, is goed. Ik denk de hele tijd dat ik nog steeds al die patchen aan het spelen ben. Ik druk de hele tijd de R2 in om zeg maar snel te rennen. Maar dat is bij deze de claw attack. Nou, ik heb ook echt wel fun als ik op die patchen speel hoor. Zeg ik heel eerlijk, anders speel ik gewoon niet zoveel op. Al die andere dingen wat ik groot gebracht heb, dat... Wat zei je? Ja. Bloemen, wacht even, ik ben nog even op huis. Hier. Ik was even gedesoriënteerd. Gelijk deze kant op. Grand Plains. Kreten kan ik ingaan, maar kan een doodvonnis zijn. Ja, nou vrienden. Alleen voor deze lobby kan er ook zo weer bij uitstappen. Ik zeg even nog even bedankt tegen hem voor die trofee. Kijk waar ik heen ren dan. Qua eten wacht ik tokens af, want dan krijg ik een quest voor, zeg maar. En dan wanneer ik die quest heb, dan pas ga ik het liefste eten. Want dan krijg ik dus extra groeilengte ook weer. Kijk, als ik helemaal vergroeid ben, dan maakt het mij niet uit. Nee, dat maakt niet uit.
Nou, het is niet de bedoeling dat jij alle quests gaat doen hoor. Flik me mooi op. Sorry. Ik vind het wel leuk, lieve nader, maar. Ik ga hem een klein beetje riskant doen. Zal ik naar Impact Creator gaan? Dat is een beetje riskant. Of zal ik naar Green Hills gaan? Aangezien ik nog een baby ben namelijk. Deze nog even eentje erin heeft nu. Ik kan deze quest nog even op voltooien. Yep. Ja, ik ook. Nee, ik maak deze ding nog even, die gele bak nog even af en dan ga ik slapen. Dus ik denk nog wel een uurtje, denk ik hoor. Dus, maar ik denk niet dat gaat volhouden, want ik ben best moe, zeg ik heel eerlijk. Komt ook dat ik de hele dag buiten ben hoor. Dat bedoel ik, er is hier niet eens een pad omhoog en die gast die continu al heen lopen. Hij is met die dingen bezig, oké, met water. Ga je gaan. Toch geen water nodig. Voor nu tenminste. I'm here. So, where are you? Ja, die ging mijn opdracht doen, ja. Omdat iemand in de chat iets zei. Hij zei, I'm here. En ik zei, waar? Ik weet niet eens wie dat was. Dat zeg ik net, nee.
internet sucks. Oh, I'm sorry, man. Yeah, I'm sorry, man. So, do you play this game as well then, or are you in my lobby, or I don't know. Hij zei darn, betekent iets van godverdomme of zoiets in die trend. So you are in my lobby, or I ask you two questions, I think, my bad. Hij kan niet eens aan mijn server zitten. Ik heb hem niet als vriend in principe. Ik ken de hele gast niet. Ik zag hem aankomen. Nou, maakt niet uit. Oh, I'm sorry. What the fuck? Ik span gewoon tussen twee in. Ik ging even snel slapen om even snel mijn stamina op te halen. En ik hoorde hem al wel rennen hoor, maar ik dacht dat ik veilig lag in de bosjes daar al. Maar gelukkig is. Ja, de game mag ook echt wel aanpassen hoor. Ik span gewoon tussen twee elo's in en slaat gewoon nergens op. Ze moeten mij in principe gewoon op een plek zetten waar omtrent 100 meter in principe of 50 meter in principe al gewoon niemand is. Maar ik span gewoon letterlijk gewoon tussen twee in. Slaat fucking nergens op. En de flowers. Waar ben ik helemaal naar bovenin? It's all fine, man. I will see you later, man. Make sure to subscribe, man, if you like to.
Nou, niet alles, maar er gaat wel ongeveer 20% van die gele balk gaat eraf. En dat bedoel ik dus eigenlijk met dat hier is kan gebeuren, want die plek daar is gewoon voor baby's, voor baby dino's is het gewoon echt kloten. En ik spawn nu op een plek gewoon wat echt gewoon ook kut is gewoon. Aan de ene kant heb ik zoiets of ik laat me gewoon doodmaken gewoon door iemand. Ja, die gaat nog naar misschien wel. Ik zit er echt over te twijfelen. Zal ik mezelf laten doodmaken of... Maar goed, de kans dat ik weer opnieuw hier span is ook groot. Ik loop echt tegen elke boom, elke steen, elke ding loop ik tegenaan. Echt verschrikkelijk. Nee, is niet leuk. Volgens mij niet zo'n bel. Nee. Wat zit hier naast dan?
Titans best als goed is hier wel. Ik krijg gewoon geen locatie. Vent, maar goed. Hills. We zien nog bij het huisje kan oversteken. Ik weet hier helemaal niks te vinden aan deze kant, want ik wil hier gewoon door. Houdoe. Ja, ik ben ook echt moe. Ik ren naar de locatie toe en dan ga ik ook afsluiten hoor, dus ik ga je laten zien. Ik ben nou in principe hier al, mijn pijltjes hier daar al. Dan zie je dat blauwe huisje daar al. En daar ga ik in. Dus ik ben er bijna. Het blauwe huisje betekent dat ik zeg maar, de volgende keer online kom, dat ik zeg maar iets meer, dat ik zeg maar dubbel XP heb als ik ga questen. Dus dubbel zoveel goede lengte. Hoe vaak zit hier ook krokodillen hier in het water, precies hier. Zorg dat je knop. Kan je helemaal leeg. Nou, daar ben ik. Ik kwam ook nog niet aanlopen. Ik vind prima, ik ga mooi naar binnen. Ik ga niet op hier riskeren. Nou, gaan we afsluiten.
You, Lotus.